Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We beginnen met de weerkaarten van vanochtend. We zien een lage drukgebied in de buurt van Ierland liggen. En dat lage drukgebied dat domineert ons weer de komende dagen. Het zorgt eigenlijk voor een aanvoer van geregeld buien en ook een steeds koelere lucht. En dat beweegt allemaal ongeveer op deze wijze. De blik moeten we dus steeds op Engeland en Ierland richten. En vanuit die hoek zien we dan dat er van alles op ons afkomt. Meestal bestaande uit wolken en regen. Soms zit er ook opklaarsgebieden tussen. Veel blauwe kleuren dus in onze omgeving. Morgen ook. En als we naar het kaartje van vrijdag 1 uur kijken, dan zien we eigenlijk dat heel Noordwest- en Noord-Europa bedekt gaat onder wisselvallig weer. Mogen dus duidelijk zijn dat de trend voor de komende dagen een hele simpel is. Het is wisselvallig en dat betekent nat. Komende nacht valt ook hier en daar wat regen, maar droge weer overheerst wel. Er zijn ook een paar opklaringen. Het wordt zeker niet koud. Temperatuur rond 6 graden. De bewolking neemt aan het einde van de nacht toe en morgen... Voor gelul.